Bij de kaas komt nog een zelfgemaakt dipsausje. Koe honing? Imoen. Je krijgt nu een onwaarschijnlijke speciale geur. Van die honing en die limoen. Dat riekt enorm fris. En als je dat straks met je kaas samenpakt. Naast het dipsausje van honing geeft Mark er nog één op basis van peresiroop. Enkel nog de noten vermalen tot crumble en de kazen aansnijden tot stukjes, staafjes en bloemetjes. Sportbrood en dat is whiskybrood. De kaasschotel met een hoek af is klaar. Hier zijn we met het kaasbordje. Wauw, waar zit je hier? De presentatie was mooi. Hij heeft er dan op een bepaald moment van een kaas een bloemetje gemaakt. Dat vond ik, ja, dat vond ik eigenlijk de max. Dank u. Wat leuk. Zonder netjes, zoals het hoort. Niet meer. Dank u. Chocoladesaus die ik net heb gemaakt. Al bij al heeft hij toch gezorgd dat er wel simpel gewoon weg een bolken ijs was. Dus probeer maar eens uit. Ik vond het een beetje een flauwe vervanger. Ik had er iets meer gedaan voor mijn gast. Maar ja, heeft ervoor gezorgd dat ik in de kaas heb moeten eten en dat was ideaal. En die hoek, waar is die hoek af? De hoek is de saus. Ik denk dat je zoet en zesde. Laat dat dan de hoek zijn vandaag. Graag. Ja. Zo'n kaasschoteltje kan mij wel bekoren. Ook al is dat een hoek af. En Flora? Naarraad was lekker. Paste bij de bloem. En de honing limoendip? Daar zat een toverkracht in, denk ik. Als ik daar die kaas bij in deed en de koelen daarvan, voelde gewoon die kaak helemaal opkomen. Voor mij hoefde het niet. Dus ik ben daar eigenlijk niet aan geweest. Die crème is echt wel lekker. Het was zeer waardig en voor mij van goede kwaliteit ijscrème. Zijn kinderen zullen wel blij zijn dat ze papa en de mama zo lekker ijs krijgen. Maar een dipsausje bij de kaas is ook aantrekkelijk. Dat vind ik echt zeer lekker. Ik heb dat dan ook volledig over mijn ijs gedaan. Dat was echt top. Ik vond het lekkerder met de saus van bij de kaas dan met de chocoladesaus. Dat kan niet anders. Ik vind dat wij eens moeten klinken op deze hele lekkere, gezellige avond. Ja, denk ik ook. Bedankt. Ik hoop dat jullie het lekker vonden. Op een hele toffe avond. Super. Chin-chin. Op de vrouwen, hè. Ja. Op de vrouwen zijn jullie mannen. Ja. Mark is een topkerel.